weet je, ik ben zelf natuurlijk ook influencer. Als ik dat als aanbod zou krijgen. De meid is helemaal losgegaan. Dit is leuk! Een soort van leren rokje gekocht en dan deze erin. Die heb iets zelf op mijn kin. Hier of zo, waar is dat? Weet jij dat? Nee, ik zit ook wel eens zo. Ja! Absoluut kleren! Ja, heel leuk. Nou, mocht je geen kansen hebben. Heel leuk, dank jullie! We zijn gekomen. Ik werk daar in een vrouwengevangenis. Speciaal voor mij gekomen. Is dit dan hier in de sale? Toen je 18 werd. Hallo jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga vandaag ontbijten met iets lekkers, heb ik besloten. En het is bij elkaar 580 calorieën. Maar waarschijnlijk zit ik hier dus wel echt lang verzadigd mee. En ik heb echt alles afgemeten en zo. Dus dat ga ik lekker opeten. Vandaag heb ik dus uitgeslapen. Ik heb mijn telefoon beneden gelaten, wat voor mij echt heel goed werkt. Dus ik wil echt een wekker gaan kopen, zodat ik mijn mobiel niet meer mee naar boven hoef. Ik heb nu dus trouwens vakantie. Ik ga vandaag nu 25 orders maken. En dan ga ik vanavond, of einde van de dag denk ik, even naar de IKEA voor een bureaustoel. Misschien een wekker, ik weet niet of je dat er hebt. En een salontafel, want ik kan deze hier ook niet meer tegen. Het wordt zo vies, niet normaal. En dan even boodschappen doen. Jongens, ik ben weer thuis. Het is echt al best wel laat. Ik denk 7 uur of zo. Was dus op het terrasje gaan zitten. Ik had een tomatensap besteld. Toen ben ik met een omweg naar de auto gelopen. Ik heb het allemaal op Instagram. Laat eens weten of jij het hebt gezien op Instagram. Toen was mijn camera niet mee. Dan ga ik dus door op Instagram. Wat ik al vaker heb verteld. Maar ik ben eens benieuwd hoeveel van jullie me eigenlijk volgen. Zeg maar, wie dat hebben gezien. Laat eens weten. Sowieso zijn er mensen die niet reageren. Maar van de mensen die wel reageren ben ik wel benieuwd. En toen naar de supermarkt gegaan. Dat was het. Dit is zo ontzettend schattig. Ik weet niet of jullie Denise Kroes kennen, maar ik vind haar echt een superleuke meid. Ik volg haar volgens mij sinds het girlband gedoe. Want ja, ik was vroeger ook echt van zingen en dansen, acteren, alles. Dus ik vind dat soort programma's echt geweldig. En ik vind haar dus zo'n charismatische en sexy en leuke, lieve meid. Dus ik volg haar al een tijdje. Dus ik had haar en haar vriend een keertje wat opgestuurd van Comois naar hun account Jinx Official. Dat hebben ze dus samen. Haar vriend is ook echt super lief. En want Denise heeft gewoon best wel heel erg veel volgers. Ook op Instagram, op YouTube, overal. Dus zij doet natuurlijk gewoon alleen betaalde dingen. Wat heel erg normaal is. Maar toen zag ik dat ze eruit was bij Dancing. En ik vond het zo balen voor haar. Ook al wist zij natuurlijk al een tijdje. Dat ik gewoon echt iets had van, nou weet je, ik weet dat je geen betaalde dat je alleen betaalde samenwerkingen doet. En ja, ik kan dat soort dingen gewoon nog niet betalen. Ook omdat ik merk dat samenwerkingen eigenlijk heel weinig opleveren. Maar ik vind het gewoon heel leuk. Om ja, ook wat bekendere mensen gewoon, ja, ook bekend te maken met mijn merk. En dat het toch verschijnt, weet je. Als je vaak bij influencers op hun kanaal Comois ziet, blijft het toch wel in je hoofd hangen. Ook al is het, weet je, naamsbekendheid dus. Maar ik had daar dus een pakketje opgestuurd met een initiaal kettingje en scrunchies. Volgens mij was dat het alleen maar best wel veel scrunchies. En ik zei van ja, weet je, ze hadden net als ik best wel vaak een hoge staart. En scrunchies zijn echt super leuk. En ze had geen scrunchies, maar ik zei ook van, nou oké, weet je, ik stuur het gewoon naar je toe en ik vind het gewoon leuk. En tuurlijk zou ik het heel leuk vinden als ze dan die scrunchie draagt en ik kan dan zeggen van, kom wel, van, ah, Denise draagt onze scrunchie, maar ze hoeft echt gewoon niks te delen. En nu krijgt ze het pakketje en post ze meteen een story. En ik stuur een voice met me naar van, Denise, je hoeft er niks te posten. En ze zegt, ja, als het er zo leuk uitziet, hallo. Maar dan denk ik echt van, ah, zo lief, weet je, ik vind dat zo leuk. Ik vind haar echt een hele leuke meid, dus... Ja. Zij weet waarschijnlijk ook helemaal niet met wie zij per se praat of iets hoor. Maar ik vind het ook leuk, want zij volgt Comois ook. En ze kijkt ook stories en zo van Comois zie ik. Dus dat vind ik toch gewoon, weet niet, dat soort mensen heb je niet echt veel of zo hoor. Ik heb ook naar iemand van Temptation en hoe heet het? Ik ben ook een huishoudelijk hulp aan het regelen. Armanda van Temptation heb ik ook benaderd. En ik weet niet of jullie Roni kennen, ook van Girlband. Zo leuke meid ook. Daar heb ik vandaag ook iets opgestuurd. Ja. Maar ik zat een beetje... Jammer dat ik zoveel praat nu ik er zo uitzie. Sorry. Ik zeg alleen maar sorry de hele tijd. Jeetje. Ja, dat is ook het echte leven, weet je. Ik weet gewoon dat ik op dit moment... Even mijn start in. Dat ik er niet slecht uitzie op dit moment. Dat ik goed bezig ben met bewegen. En met mijn lijn. En dat ik wat ben afgevallen. Maar toch realiteit dat als ik gewoon moe ben. Geen hondenbank. Dat soort dingen. En gewoon me niet lekker voel. Dat ik er dus gewoon zo slecht uitzie. Maar ja, dan weet je dat als jij dat ook hebt, dat het heel normaal is. Ik zat een beetje net tijdens het koken te denken. Zo ben ik dan. Over dingetjes. Ik vind het gewoon leuk om bezig te blijven. Heel erg uitslag trouwens. Van wat zou ik nou doen om mijn bedrijf iets anders te maken in de manier van samenwerken? En toen dacht ik, wat als ik nou mensen een berichtje stuur van...
Ja, we hebben een nieuwe manier van samenwerken. Lijkt het je leuk om daar aan mee te doen? Het is een long term, hoe noem je dat? Een samenwerking die wat langdurig is. Of voor een aantal maanden of zo. Waarbij je elke maand 4 items mag uitzoeken. Of misschien wel elke 2 weken 2 items. Of zodra er een nieuwe collectie komt, dat je meteen wat mag uitzoeken, zoiets. Dan misschien steeds 2 items of zo. En dan dat ik bijvoorbeeld een selectie stuur van items waar ze uit mogen kiezen. Want het is wel leuk als je, ja, weet je, iemand wilde bijvoorbeeld, was ik mee bezig, die wilde een trui bestellen waar er nog maar eentje van was, die al best wel lang er is, weet je. Dat wil ik dan liever niet gepromoot hebben, want en het is dan niet meer verkrijgbaar en het is er al langer. Of als er nog 1 is of zo, is ook niet zo leuk. Maar dat ik misschien zo'n influencers page maak of zo, waar je uit kan kiezen. Ik kan ook op zich wel net als pagina sieraden, pagina influencers maken. Maar ik weet niet hoe ik het dan zo kan maken dat andere mensen het niet zien. Misschien weet ik dat trouwens wel. Maar zoiets, waar ze dan 2 items mogen uitkiezen. Is niet heel veel, maar als je elke 2 weken mag of elke nieuwe collectie, dan is het op zich wel veel. En dat ze dan niet verplicht worden door mij om daar iets mee te posten. Maar dat het een soort van samenwerking is die we aangaan op basis van vertrouwen. Waarin je vrij bent om te posten wat jij wil. Dus zo van, stel, jij vindt het item heel leuk en jij draagt het in een story, dat je ons dan wel taggt. Of stel, je hebt het aan in een YouTube video en iemand vraagt waar heb je het vandaan, dat je dan ook eens vertelt dat het van Komooi is. Stel, je maakt een leuke foto met die outfit, dat je ons dan taggt. Maar stel, je draagt het niet, je vindt het niet leuk. Of stel, je vindt het wel leuk, maar je maakt er geen foto mee, dan ben je dus gewoon niet verplicht om iets te delen. En stel dat ik natuurlijk dan merk dat iemand na 3 keer nog steeds nooit iets heeft gedeeld, dan zal ik waarschijnlijk niet verder gaan met samenwerken. Maar zoiets of zo. Ik heb ook best wel vaak gewoon gehad dat ik iets opgestuurd kreeg en dat ik echt iets had van, ja, ik vind dit helemaal niks. En hoef je het ook niet retour te sturen, dan ben je er ook vrij in om het aan iemand anders te geven of het door te verkopen of wat dan ook. Mag je zelf weten. Als het maar een soort van op vertrouwen gebaseerd is. Dus ik zat daar een beetje over na te denken. Weet je, ik ben zelf natuurlijk ook influencer. Als ik dat als aanbod zou krijgen. Nu doe ik sowieso wel veel gratis. Maar stel dat ik veel voor geld zou doen, zou dat misschien wel interessant zijn. Want bijvoorbeeld met NYX Cosmetics of Chiquelle zijn ook merken die niet betaald doen. Voor Chiquelle misschien wel trouwens. Maar of nee, doen mensen ook wel vaak gratis. Omdat je toch long term vaker spullen krijgt. Maar daar ben je dus nog wel verplicht volgens mij om wat te plaatsen. NYX niet trouwens hoor. NYX ook niet. Misschien zoiets. Sorry dat ik heb over na te denken. Lang verhaal. Hallo jongens. Je zou het niet zeggen, maar ik voel me beter. Ik weet dat ik het heel vaak zeg, maar het is gewoon natuurlijk echt absurd hoe slecht ik eruit zie. Het kan echt niet. Het is echt wel, ik heb er wel echt beter uitgezien. Maar goed, ik voel me echt wel veel beter. Terwijl ik echt maar 8 uur heb geslapen, maar dat is prima. En nu ga ik lekker opstaan en dan ga ik naar het WFC. En ik eet dus deze mango. Ik zei het gisteren op Insta weer. Deze is echt bizar. Dit is die zongerijpte mango zo lekker. Wauw, ik wil echt naar de zonnebank. Ik wil dus naar de zonnebank, maar morgen ben ik in Diemen en ik wil in Diemen naar de zonnebank. En vandaag niet, dus dan is het eigenlijk zonde om vandaag daar helemaal heen te gaan. Maar ik wil na WFC echt naar Ikea. En ik dacht dan misschien naar de zonnebank. Maar waarschijnlijk ga ik zonnebank niet doen. Maar dat maakt zoveel verschil uit met hoe ik eruit zie. Nu ga ik lekker latte macchiato maken. Lekker wat meer melk. En mango eten en aankleden. Misschien nog even een broodje eten. En dan ga ik lekker naar WFC. En ik neem jullie wel mee. Zo jongens, wauw. Ik zei het gaat beter, maar het is echt idioot hoe... Ik weet niet precies of het alleen vermoeidheid is wat er allemaal uitkomt. Maar dit is echt best wel heftig. Ik ben gewoon helemaal nat na een paar minuten bewegen. En niet door conditie of iets hoor, gewoon omdat ik echt niet lekker ben. Ik merkte ook dat na het opmaken was ik al kapot. Dat je echt denkt, what? What's going on? Ik heb zo het gevoel dat de pop-up een beetje faal gaat worden. Volgens mij komen er letterlijk echt 6 mensen of zo. Bij haar in de salon, van haar klanten moet ik het denk ik niet hebben qua verkoop of iets. Maar het zou gewoon jammer zijn als je die hele dag voorbereidt en het is uiteindelijk een beetje voor niks. Maar goed. Ik werd er heel blij van. Nu ben ik een beetje... Ik hoop maar dat het een beetje leuk wordt. En ik ga heel rustig naar WFC. Ik denk dat ik... Ja, zonnebank krijg ik altijd korsten. Maar ik wil echt heel graag naar zonnebank. Ik denk niet dat ik naar de Ikea ga. Dat is heel niet belangrijk. En aangezien ik mijn energie echt moet sparen. Omdat ik een soort van oma ben geworden. Hoe leuk is dit, hè? Leopard. Oh, nee, is niet scrunchy.
Oké, doei. Hoi. De meid is helemaal losgegaan. Het viel nog mee, maar ik ben een beetje op. Of course, ik was tijdens het... Het is echt heel laat. Ik ben hier volgens mij langer dan 3 uur geweest. Dat is niet de bedoeling. Ik weet niet precies waarom. Het was heel leuk, maar ik voelde na ongeveer 1 uur geleden ineens... Charlotte, je hebt te weinig gegeten. Ik heb echt heel weinig gegeten. 1 broodje. Dat is een beetje dom. Dus ik heb water. Yes. Gekregen. Ik heb een hele koffer vol. Ik ben bij heel veel winkels geweest. En ik heb iets heel leuks. Ik weet niet of jullie weten wat My Jewelry heeft. Maar die hebben toch dat je zelf je sieraden kan samenstellen. Dat heeft mijn sieradengroothandel nu ook. Nog niet online. Een display set. Dus die ga ik meenemen naar de pop-up store. En dan kan je daar dus gewoon 1 paar ringetjes kopen. En dan bijvoorbeeld 3 paar bedeltjes erbij of zo. Weet je wel. Echt super leuk. In ieder geval, nu ga ik even naar huis. En ik sta dus midden in de spit. Wat ik niet wilde. Maar ik had echt niet zo door dat ik zo lang bezig was, joh. Doei! Ik laat thuis wel weer zien wat ik heb gekocht. Ik weet nog niet of jullie dat eigenlijk leuk vinden, maar ik vind het wel leuk. Nee. Sowieso heb ik deze superleuke trui die ik nu aan heb bijgekocht. Voor, ik ben 1,74, maar ben je wat kleiner, kun je hem als sweaterdress dragen. Wat echt ontzettend leuk is. Ik baal nu echt dat ik niet klein ben. En ben je zoals ik, dan heb ik vandaag op Insta laten zien trouwens. Ik laat het dus nu niet zien hoe het staat, maar... Kun je natuurlijk naar de shootfoto's zien. Maar dan kun je hem echt op heel veel leuke manieren dragen. Echt super chille trui. En ook voor de lente heel chill. Want hij is niet super dik. Gewoon echt een heerlijk truitje. Hier ga ik hem neerleggen. En die hebben we ook in een bruin-witte. Maar daar heb ik er niet even bij gekocht. Want ik weet niet zeker of ik die echt een hit vind. Maar wel lila. Die vind ik echt geweldig. En dan hebben we de leuke, hele lekkere kwaliteit. Deze broek heb ik nog even eentje bijgekocht in S, want die was op. Toen dacht ik, nou, dan koop ik meteen een S'je erbij. Deze flared. Hele lekkere stof. Super chille broek. Degene die hem had besteld, had ook nog gestuurd hoe blij ze ermee was. Of een van de mensen. Heel erg chill. Dan, oh ja, ik kocht net nog iets heel erg leuks. Super schattig. Dat komt denk ik niet op de website. Maar dat waren echt super leuke betaalbare armbandjes die ik volgens mij voor 5 euro ga verkopen. Super cute. Deze armbandjes. Het is echt ontzettend leuk. En dan met een roosje en steentjes. En hier een Chinees iets. En een hartje. Echt heel cute. En in allemaal kleurtjes. Ik had er een paar meegenomen. Want het was zo'n leuk prijsje. Dat ik dacht. Ja weet je. Het is maar 1 keer die pop-up. Misschien wel vaker. Maar als ik zoiets doe wil ik toch gewoon het leuk doen. Dus ik vond dit soort armbandjes zo leuk om dan nog. Bij de balie te verkopen voor een leuk prijsje. Super cute. En allemaal leuke kleurtjes. Ik heb er zoveel zin in, maar ik zat even met Lynn erover te praten. Die zei ook al van, het is wel echt dom dat je zo weinig gepromoot hebt. Dan heb ik een hele leuke catch, vind ik zelf. Ik ben best benieuwd of ik dit alleen leuk vind of dat meerdere mensen het leuk gaan vinden. Ik vind het helemaal geweldig. Dat is namelijk deze Mademoiselle Parfaite trui. En dat is echt zo'n hele chille trui. Het is een one size. Even kijken of ik die ga laten zien. Of... Nou, ik heb hem dus ook in. Deze zag ik later pas en dacht ik yes. Ik weet niet of jullie dit ook wel leuk vinden. Maar hij is wit met roze letters. Ik vind het helemaal geweldig. Ik kan ook niet kiezen welke ik wil. En deze. En dat was met... Is het met zwart? Ja. Best wel stoere trui, maar toch chic. Ik was echt best wel excited toen ik die zag. Dus daar heb ik van de zwarte 3 van de andere 2. Helemaal leuk. Die ga ik ook met Floor shooten. Donderdag. Oh my god. Dit was dus een wat minder bekend winkeltje. Ik dacht, ik loop eens binnen. Oh, deze ga ik ook zelf houden. Wauw. Ik word hier helemaal blij van, joh. Oh, dit is leuk. Oh, en roze. En een beetje sexy. Oh, hij is een beetje wat korter, maar niet kort. Oh, dit. Dit gaat iedereen willen. Oké, ik heb er 3 gekocht. Ik wil er zelf 1 houden. Ik weet niet hoe die winkel heet. Ik ga ze echt morgen meteen registreren. Ik kreeg al zoveel vragen naar die gestreepte paarse en roze trui. Die zullen waarschijnlijk ook echt, hoop ik, meteen uitverkocht zijn. Maar toch durf ik gewoon niet veel in te kopen. Want ik heb van sommige items dan toch een risico genomen. En meer ingekocht en dan loopt het toch niet lekker. Wat heb ik nou nog meer gekocht? Oké, toen raakte ik verzeld in een gesprek van 1 uur. Ik ga dus even verder. Superleuk vind ik dus dit. Voor de wat kleinere meiden. Wow.
Mini. Zit met de L. Stuk. Het is natuurlijk stretchy. Maar dit is toch echt, ik moest dit. Ik vind het ook echt zoiets als zo'n influencer opstuur iets. Zo geweldig. Dus dat. Deze jurk is zo'n chill. Wat ik deze afgelopen zomer heel veel droeg. Weet je, zo'n wijd model. Die waren afgelopen zomer heel erg in. Geen idee of ze nu ook in zijn. Ik vond het heel leuk. In een hele mooie bruinige kleur. En in felroze. Maar er zijn er maar twee van. En hij wordt niet meer bijgevuld. Maar ik vond het toch te leuk. Is one size. Is ook klein. Dit. Off shoulder. Wel super stretchy hoor. En dan met zo'n leuk mouwtje. Voor de smallere meiden. Super leuk dat ik niet alleen maar kleren meer heb die mij leuk staan. Maar ook die ik voor bij Floor ga shooten. En weet niet of het een succes wordt, dus ik heb er maar twee. Deze riemen. Super cool. Ook heel leuk voor het shooten. Ook leuk. Een brede slangenriem. Slangenbroeken aangevuld. En leopardbroeken waren er niet meer. Dus ik heb dezelfde stof. Dezelfde print. Maar dan een soort pantalon. Kijk. Dus echt met een knoop. Met kontzakken. Echt heel mooi. Heel leuk. Ik ben heel benieuwd of deze... Heel veel vragen naar dit soort tasjes. Maar die zijn echt heel duur. Dus ik heb er één gekocht. Who knows? En dat was het wel een beetje. Ik ga nu stoppen. Want ik merk dat ik veel te met andere dingen bezig ben. En zo is het wel weer genoeg. Dag. Jongens, ik zou zoiets dus nooit bestellen. Waar is de burger dan? Waar is de burger? Zie jij de burger? Het is toch een veggie? Oh, een veggie burger met gewoon groenten. Er zit geen burger op. We zijn even in de Zara. Ik ben aan het kijken of ik dit blouseje ga kopen. Ik vind hem namelijk echt wel heel erg leuk, maar hij is 40 euro. Ik vind hem heel duur, maar ik was er net ook al. En toen ben ik teruggegaan om een kleinere maat te passen. Omdat hij nog in mijn hoofd zat. Ik vind het heel leuk dat hij geen knoopjes heeft. Ja, ik vind hem wel echt heel mooi. En binnenkort moet ik even een leuke outfit hebben. Dus ik heb net al hier een soort van leren rokje gekocht. En dan deze erin. We zijn echt teruggegaan omdat ik hem wil. Dat ik hem wel neem. Nog een maat breder. Nee. We zitten dus aan het diner. Het is vet chill. Want ik heb dus mijn weekvlog afgemaakt hier. Eindelijk. En heeft gekookt. Het is echt luxe. Dus als je alleen maar wat kookt, er nooit meer iemand voor je. Dus ik ben heel blij. Oké, jongens. Het is echt al super laat. Ik heb bietzalf op mijn kin. Misschien gaat die uitslag daarmee weg. Ja, ik zeg het de hele tijd over mijn gezicht. Maar mijn gezicht is echt heel erg... Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar qua lichaam ben ik echt goed en qua afval ook. Maar mijn hoofd is zo niet leuk. Maar misschien door de zonnebank. In ieder geval, het was echt super gezellig. Heel erg leuk. We hebben echt super lang gechilled. Echt van 2:30 tot 9:30. Echt super lang. Heel gezellig. Ik heb nog even mijn YouTube video daar geüpload. Maar toen bleek het dat ik het op mijn werkaccount het uploaden was. Wat natuurlijk helemaal niet kan. Dus toen ging het fout. Maar nu ga ik naar huis. Morgen komt Floor. Ik moet alles nog klaarzetten. Ik moet schoonmaken, want het is ontzettend vies. En ik moet slapen, dus ik moet echt een beetje tempo gaan maken nu. Maar dat is in ieder geval super gezellig. Hey jongens, goedemorgen. Ik heb haast. Ik ga nu heel snel Floor ophalen van het station. Want we gaan vandaag de shooten. Ik ben als een gek lopen stofzuigen. Even heel snel, dus ik ben helemaal bezweet. Maar ik zie jullie zo alweer. Oh, wat heb je een leuke trui? Thanks! Get off my back! Kijk hoe leuk. Floor is er, jongens. Hallo! Superleuk. We gaan, dat vind ik wel chill, meteen eventjes denk naar boven. Yes. Ook omdat het nu niet regent. Nee, precies. Want straks gaat het straks weer gelijk regenen. Het is echt heel... grauw. Ja, wel jammer. Maar we zeiden al beter dan echt vol zonlicht. Dus we gaan echt heel veel outfitjes doen. Ik ga wel even mijn camera meenemen en tussendoor filmen en dingen. Vind ik altijd leuk met Lotte ook. Ja, je moet er gewoon echt neerzetten of zo. Dan versnelt. Ja, dat is leuk. Ja, ja, doe maar. Oké, okay, nou hier is Floor. Laat even weten of je Floor al kent. En zo niet, klik even hier of zo. Waar is dat? Weet jij dat? Nee, ik zit ook wel eens zo en dan is het daar en dan ook hier ergens. Nou, oké, okay, doei. Doei! Vergeet de hele tijd te filmen, maar we hebben wel... Ik ook! Ja, we hebben nog niks, maar we hebben hele leuke foto's. Kijk hoe mooi deze is. Zo leuk! Ze heeft deze dus ook in het babyblauw en in het... Niet lichtroze, felroze. Neonroze, roze. Maar we hebben hele leuke filmpjes ook gemaakt voor Comwa. Dus kijk eventjes op Comwa Insta. Of misschien op Floor de Insta, denk ik, voor foto's. Ja, leuk! Leuk! Dit broek is echt super. Maar het zit ook echt heel lekker. Ja, het is een heel chill stofje. Ja. Ja. Yay! Jongens, is dit een leuke combi? Ik, heb ik vind het wel heel vet, maar, ja, maar je moet wel houden van. Met zwarte top zou die ook leuk zijn. Dat wel, maar hier zit wel paars in, dus het is niet echt. Ja, we kunnen het doen. Ja, ik hou er wel van. Ja, doen gewoon. Ja? Okay. Ja, ik vind het goed. Maar nu met de gele scrunchie erbij? Misschien wel heftig. Ja, we kunnen wel voor heftig gaan.
Ik hou er wel okay, van. Oké, dan een paar plukjes en een knot. Kan je dat? Moet ik dat doen? Ja, moet jij doen. Okay. Je zit niet te borden hier, hè? Nee. Oké. Okay. Oh, dit, ik hou van spontaan. Oh, ik had een film. Echt? Hij was misschien wel leuk. Oh, dat is wel. Kom eens rennen. Niet zo. Ik had het nu gewoon heel lekker op de viering. Ja, precies. Mooi, hè? Trouw, hè? Ik deed maar niet terug. Oh, moet ik het daar ook weer? Alles checken. Ja, heerlijk. Kijk dit lookje, jongens. Ik vind het, we hebben het een beetje spontaan bedacht. Maar er zit dus licht. Deze paraplu erbij. Dat is wel ja, mooi. Deze van Primark, dus die paraplu. Maar echt te cute. Yeah. Maar kijk hoe ontzettend schattig. Met die oorbellen. Mag ik laatst die oorbellen zien? Ja, en dan die scrunchie, die bril. En er zit dus licht roze in de rok. Wat je dus misschien niet goed ziet. Dus daarom dacht ik leuk met die trui. Yeah. We hadden ook een wat stoerdere look. Maar dit vind ik ja, dus ik vind heel dit leuk. Wel echt heel cute. Ja. Oké. Okay. Oké, jongens, Floor is alweer het omkleden in de badkamer. Echt, het is niet normaal. Dit is echt keihard werken gewoon voor Floor. Echt, ik heb zoveel dingen. We redden gewoon niet eens alles. Ik heb daar nog een jurk, een trui, nog truien. Terwijl we al zo bizar veel hebben geshoot. We kunnen nu nog twee dingen. En dan gaat ze naar de trein. Maar echt, ik zeg gewoon, je gaat vanavond echt kapot zijn. Maar het wordt wel echt heel leuk. Leuk? Ja. Is hij te groot? Moet die niet in je eigen maat? Dit nog strikken en ik moet nog even de knoopjes dicht doen. Maar hij kan ook een maat klein. Nee, hij is wel mooi. Het is echt heel nice. Hey, hij is heel leuk. Ja, echt, als je dat al een beetje zo knoopt. Zo... Heel leuk. Ja. Heel anders weer dan die vorige, hè? Echt heel anders dan die van net. Ja, klopt. Super zeg. Deze. Straks als jij weg bent en heb je gebracht, dan ga ik op de bank zitten. Dan ga ik al die foto's kijken. Vanavond komt het waarschijnlijk online, hè? Dat is spannend, toch? Ik vind het echt leuk altijd. Lukt het? Ben ik nou... Nee, je moet hem nog even hier... Huh? Nee, het is wrap. Je moet hem zo knopen. Oh. Ja. Hey, vanavond komt het waarschijnlijk gewoon online, want ik heb nooit geduld. Dus vanavond echt? Sta je gewoon nee. al... met je koppel bedenter ben bent. Ik ben benieuwd. Leuk. Zo toch? Pas, sorry. Sorry. Oh, ja, heel mooi. Heel leuk. Ja, ik vind hem ook heel leuk. Ik wist niet eens zeker of dit model je leuk stond, maar ook weer. Alles staat, deze meid. Echt waar. Nice. Oké, okay, gaan we weer? Nice, daar gaan we weer. Wauw jongens, ik ben weer in Muiden. Ik heb Floor net al gezegd. Die meid heeft energie. Ik ken niemand die meestal meer energie heeft dan ik nog om iets vol te houden. Ik was nu natuurlijk echt heel moe. Maar ik heb niet eens model gestaan. Maar alsnog ben ik ook gewoon kapot. En we hebben in de regen gestaan. En echt, haar staat alles. Echt ontzettend chill. Heel leuk. Ze weet helemaal hoe ze moet poseren. Wat ze moet doen. En ze is gewoon zelfverzekerd, maar op een hele leuke manier. Ze had zoveel chance. Allemaal mannen, alle leeftijden, alle rassen, iedereen was aan het fluiten en aan het roepen naar haar. Echt zo leuk. Maar ja, ik zei tegen Floor, eigenlijk moet ik nu even gaan koken, want ik ga straks anders. Ik weet de vorige keer zat ik echt van, volgens mij van 5 tot 10 foto's op de site te zetten. Dat is echt niet normaal, maar het is zo leuk om die foto's te bekijken. Het zijn er dus 1470. Echt ziek veel. Maar echt mega leuk. En we hebben niet alles kunnen doen, maar wel heel erg veel. Dus ik ben heel blij. En ik hoop dat het niet te storend is dat het zomerjurkjes zijn en zo. En dat... Oh, ik ben er helemaal op. Zomerjurkjes zijn en dat het dan regent op de grond is en zo. Maar echt, die meid is echt heel erg leuk. Dus zij heeft me dus zelf toen gevraagd van lijkt het je leuk? En nou, super zeg. En dan binnenkort ook weer even een paar fotootjes van mij ertussen. Of van Lynn of van Lot of misschien Susanna. Nu is het natuurlijk allemaal Floor. Ik vind het leuk om meerdere gezichten te hebben, maar ik ben echt excited. Ik ga nu snel de auto uitlopen en ja, aan de andere kant ben ik nu te moe om te koken. Dus ik ga denk ik wel vast even de foto's bekijken. So excited. Hey jongens, het is vrijdag en het begint me een beetje te irriteren dat ik steeds zeg dat ik moe ben. Dus ik heb het er even over gehad met Lynn en Lot, want het is wel echt een dingetje. Ik doe echt te veel.
Dus nou, in ieder geval, daar heb ik wel over na lopen denken. Nu ga ik even mijn orders wegbrengen, best wel veel. Ik moet heel snel gaan, want het is nu 4:15 en om 5:30 ja, mag het niet meer, zeg maar. Is het te laat. En dan ga ik even met een omroute naar mijn auto lopen, dat ik even wat wandelingetje heb, frisse lucht. En daar even mijn oplader uit de auto halen in de hoop dat hij het wel doet, want mijn oplader is stuk. Maar ik wil gewoon niet naar de Maxis. Ja, hier heb ik 2 volle tassen met orders. En daarna ga ik nog even wat voorbereiden voor de pop-up. Maar ik ga het niet al in de auto leggen, want ik ben te bang dat het dan wordt ingebroken in mijn auto of iets. Wij zijn net voor werk als verhuizen. Nog 2 vuilniszakken te gaan. Dan heb ik als het goed is alles wat ik wil meenemen. Dat is toch niet normaal? Zou dit in mijn auto passen? Ik weet het niet. Wauw. Hallo. Ik stress een beetje voor morgen omdat het zoveel werk is en er zoveel tijd in zit. En het is natuurlijk ja, in totaal 2,5 uur rijden. En als ik vraag wie er komen, krijg ik echt 2 mensen die ja zeggen. Zo bizar, want ik heb best wel heel erg veel klanten. Erger jongens. Ik heb echt best wel veel klanten. Maar ze komen allemaal niet. Niemand woont in de buurt. Ik denk, ik deel dit momentje ook maar weer even. Ik zit nu heel erg... Ik ging in het app van, wat zou jij doen? Nu al in de auto zetten of niet? Want je wordt best wel moe van al dat tillen. Dus het is lekker als het morgen al gedaan is. Maar ik ben gewoon te bang voor inbraak. Dus ik ga nu maar naar bed. Morgen 6:45 op. Okay, het kostte me 20 minuten, maar alles zit in de auto. Dus ik ben heel blij dat ik het toch gedaan heb. Ik heb het zo gedaan dat... Als je nu in de auto kijkt, zie je allemaal vuilniszakken, weet je. Dus het lijkt gewoon allemaal oude kleding. En achterin zitten dan sieraden en zo. Heel blij dat ik het heb gedaan. Morgenochtend ga ik mijn make-up in de auto doen als Ro gaat rijden. Dus ik hoef alleen maar om aan te kleden. En we gaan ook zelfs koffie halen en zo. Dus ik hoef echt niet heel lang. Ik ga 3 kwartier van tevoren wel opstaan. Dus ik ga 7:30 opstaan. Het is nu 11:45. Wow, het is echt laat. Dus ik heb 7,5 uur slaap of zo. Let's go! Hey! Ja mensen, welkom. Goedemorgen. Hallo. Nee, gewoon ja. We zijn nu al 9 minuten te laat. We moesten even... Ik was eerst natuurlijk allemaal dingen vergeten, jongens. Ik had gisteravond alles in de auto dus gelegd. Maar ik was de tasjes vergeten die ik heb gekocht om... alles vergeten. Ja, om alles in te doen. Toen was ik mijn spaarpot vergeten met muntgeld. Ik dacht, dat is wel handig. Oh, dat wordt ook nog een ding. Zo zijn even ramen aan het lappen hier. Wat hè? Kijk nou. Hallo. Dit is best wel eng. Nee, grapje. Toen was ik ook nog de kleerhangers vergeten en nog iets. En ik ben mijn pinpas vergeten, maar gelukkig is het Rodi, want ik moest getankt worden. Dus we zijn nu al 10 minuten te laat, maar ik verwacht niet dat er mensen zijn. Zo... Als je voor 10 uur bent, moet je echt je uitlaten. En dan krijg je een cadeau. Ik heb dus een hele bak met lippenstiftjes en zo trouwens. Die iedereen die iets koopt mag daar wat uitpakken. Maar jij moet er eerst even in grabbelen. Oh ja, dan mag ik ook wel ja. Als ik wil. En nu ga ik even mijn make-up afmaken. Dit is dus Ro. Wil je nog wat over jezelf vertellen tijdens het rijden of niet? Of straks in de winkel, want het is hier een beetje donker. Dan komt er even een moment, dan ga ik mezelf introduceren. Ja, doe maar. Jee, maar. Wow, we stonden dus echt, ik denk wel 20 minuten of zo voor een brug. Misschien iets korter. Maar we zijn dus te laat. Op 10 minuten. 5 minuten Nee, wel langer hoor, denk ik. Oh, remmen. Na 1 kilometer, ga linksaf naar Schenkelweg. Ro rijdt trouwens zodat ik me dus kon opmaken in de auto en waardoor ik op tijd zou zijn, maar ik was dus nog 20 minuten te laat. Maar ja, not me. Kijk, op deze brug moesten we heel lang wachten. We zijn er nu al voor 6 minuten. Ik ben benieuwd. Hopelijk is er niemand. Ik denk het niet. Oké, ik ben er. Ro gaat nu de auto parkeren. Ik ga even filmen hoe ik alles ga neerzetten. Zo. Weet je alles? Weet je waar de parkeer is? Ja, bij het theater toch? Ja. Is dat die van 1 euro per uur of zo? Ja.
in op de foto precies ziet hoe mooi het is. Ja, ja, ja. Dat is zo mooi. Ja, dat moet je korter aan natuurlijk. Ja. Oké, ik ga ook even snel plassen, dan kom ik jou. Ja. De auto wordt geconfronteerd. Yes. Oh ja, dit is ook mooi. Ja. Ik zou het ook wel kunnen vinden straks, iemand van andere maat wil. Oh, dat zou handig, ja. Charlotte, heb je misschien iets aan deze car ook? Als het mag. Ja, ik kan hem leegmaken. Ik zag hem al, ik vond hem zo mooi, maar ik dacht, ja, dat kan waarschijnlijk niet. Ook leuk voor je sieraden of zo. Ja, zei ik vind hem zo leuk. Ja. Ik wil hier ook thuis. Ja, ik heb wel even spulletje dan. Als het kan, maar als het niet kan. Nee, is geen probleem. Is geen probleem. We moeten even improviseren, toch? Ja, maar dat staat toch wel leuk. Ja, maar de sieraden doen echt heel leuk. Ja, Ro heeft zojuist deze twee meiden geholpen. Oh, tegenlicht. Die hebben net wat gekocht. Superleuk. Hartstikke leuk. Ja, zeker. Heel leuk hoor, belletjes. Heel leuk, dank jullie wel. Superleuk. Hey, fijne dag, hè? Ja, hetzelfde. Doei. We staan helemaal geïnstalleerd. Super top. Ro die stuurt tikkies en zo. Dus ze mogen hier dus wat uitzoeken. Oh, ik moet even stories gaan maken. Dit is dus ook weer kijken. Voor mij echt super leuk. Oh, mag ik jullie filmen? Ja. Oké. En hier staat alles helemaal geïnstalleerd. Super leuk. Zullen we, hoe heet het? Nou, we zijn compleet uitgeput. Nee, we zijn niet uitgeput. Echt, we krijgen juist energie. Ja, we krijgen wel energie van de vele mensen die zijn gekomen. Sorry. Het was echt, het liep echt storm, hoe zeg je dat? Het was ook echt hoor. Kijk. Mijn weekend nog. Hey, tot ziens, hè. Willen jullie even op de film met jullie aankoop? Wat heb je gekocht, schat? Trui. Ja. En nog deze. Oeh. Nog een trui. En dan hebben we nog wat we mochten uitzoeken. Oh ja, je mocht ook wat uitzoeken. Er was een schaaltje. Oh, jij hebt dat leuke schaaltje. En kijk, daar staan allemaal meiden. Die moeten we even. Ga je daar eens heen lopen? Ja, ik kan, ga er toch niet heen lopen. Robin. 1 plus 1 gratis. Wat zijn ze? Alle leuke truien. 1 plus 1 gratis op alle. Hij doet kleding. Peace. Hij doet peace. Zo doet hij. Peace. Nee, het is een vrouw. Nee, maar het loopt echt goed. Het is waarom komen ze niet? Oké, jij vindt mijn arm wordt echt moe hiervan, Lot. Ja. Dankjewel. Jij hebt het is wel leuk, los haar. Ik heb dat nooit. Zo'n goede arm heb jij ervoor gekregen. Nee, jongens, het gaat heel goed. Ik heb natuurlijk wel echt super veel mee. Dus zodra er iets verkocht wordt, hangt het er weer. Dus in die zin houdt het zeg maar nooit op. Ja. Maar wel jammer dat we nu niet in de zon zitten. Zal ik nog even wat shooten van jou? Van mij? Ja, maar ik heb bijna alles wel moet op de site staan. Moet ik dan iets aantrekken? Ja, maar ik heb wel eigenlijk alles op de site staan. Dus het hoeft eigenlijk niet. Nee, jammer zeg. Ik heb altijd al model willen zijn. Kan wel binnenkort. Ik heb nog nieuwe items thuis. Oh ja. Nou, dan zie je mij dus binnenkort. Oh, ik moet hier kijken. Kijk, ze is naar mezelf. Ik ook. Dan, ik heb dus, ik ga dus wat nieuwe items aandoen. Oh, sorry. Ja, dat weet ik niet. Zijn foto's aan maken. Waarom komen ze niet langs? Weet ik niet. In ieder geval, dan zie je mij binnenkort in de nieuwe items. Ga vooral naar comois.nl. Ro, nee, maar wacht. Wat is er? Heel veel mensen weten meteen wie jij bent. Oh ja. Ro was gewoon eigenlijk samen met Linde altijd mijn allerbeste vriendin. En in mijn hart is dat nooit veranderd. Maar we hebben elkaar echt heel lang niet gezien. Echt? Meer dan 2 jaar. Ja, maar dat komt ook omdat ik heel vaak weg was. Ja. Eigenlijk was het bij mij omdat ik mij aan nog het studeren. Van de Whisper Challenge. Ja. Wie weet dat? Wie weet dat nog? Ik was zeg maar heel erg druk met afstuderen. Ja. Toen kwam Ro eigenlijk ook druk met afstuderen en met reizen. En, maar het is zo grappig, we zien elkaar. Het is gewoon alsof we elkaar voor. Het is echt. Maar dat is echt ergens heel gevaarlijk, hè? Ja, weet ik, want dan zie je elkaar weer heel lang niet, omdat je toch wel weet dat het goed zit. Klopt. Maar Ro gaat weer naar Suriname in maart. Vertel even heel kort wat je doet. Niet te lang, echt kort. Heel kort, echt heel kort. Ja. Ik werk daar in een vrouwengevangenis. En ik help dus om een systeem op te zetten, waardoor die vrouwen sneller geholpen worden wanneer ze uit de gevangenis komen. Dus je eigen systeem? Ja, mijn eigen systeem. Ja, hallo. Ja. Helemaal zelf opgezet, echt super cool. Ja. Nou ja, het moet nog handen en voeten krijgen, maar... Maar dat doet ze allemaal gewoon met sponsoring en er is helemaal geen budget verder voor en zo, hè? Dus echt heel gaaf. Ja. Echt een applausje. Volg je passie. Volg je passie. Oké. Okay. Nou goed. Ik wil die wat die meiden hier... Oh, zijn foto's aan het maken. Kijk jongens, wat voor lekker broodje ik heb. Oh, lekker. Yummy. Alles wat we nog hebben. Oh. Kijk jongens. Ja. Zo leuk. Er zijn dus heel veel mensen speciaal voor mij gekomen. Ja. Hele rijen. Nee, echt leuk. Ik herken hem meteen in het gezicht. Hele rijen.
Ja, maar je hebt gelukkig wel nog wat kunnen vinden. Zo gezellig. We zitten hier lekker te kletsen. Het is nu eventjes wat rustiger. Ik kan het niet. Nee, maar kijk. Dit is een kijker van mij en een Comois-volger. Superleuk. Dus we zitten hier zo gezellig te kletsen. Je hebt helemaal leuk. Cakeje erbij. Nou, wil je nog wat zeggen? Dat is raar, hè? Ja, ineens ook... ja, dat is inderdaad heel vreemd, ja. Ik vind dat, ik kan dat ook niet hoor, terwijl ik zelf vlog. Dag lieve mensen, wil jij nog wat zeggen? Ja, heb je alles kunnen vinden? We zijn redelijk uitverkocht. Oh, het is zo gezellig. Nou, tot ziens. Kijk jongens, het loopt helemaal storm hier. We hebben zelfs mannen die helemaal aan het kijken zijn. Robin. Superleuk. Het is ideaal, want ik kan hier dus steeds de voorraden bijvullen en de prijzen checken en zo. Superleuk. Net als, ik ben ook iemand die altijd ook heb geen horloge, die dat later komt. Mijn kijkers komen dus ook later. Superleuk. Hoe laat is het nu? 2:45. Ik was echt bang dat heel veel mensen niet meer kwamen, dus ik ben echt blij. Kijk, hier hebben we iemand, hier hebben we iemand. Daar is iemand. Hey, volgens mij ook. Daar is nog iemand. En daar ook. Heel veel tegelijk, dus ik ben blij. Gezellig. Hey! Oh, wat leuk! Mevrouw? Mevrouw, hoe duur zijn deze ringen? Deze zijn 15 euro. Ik leg deze ook 34, ik heb een ja, is goed. Ja, eigenlijk moet je echt bij de trui kijken, want nu het 1 plus 1 is, dat is zo chill. Maar alleen als je het leuk vindt. Hey, ze is haar aan het doen. Ik wil dus ook heel graag mijn haar knippen. Ik wil ook mijn haar knippen en een lakje erin. Jongens, dit is echt gewoon girl power. We zijn zo goed bezig. Kijk. Ik ga het jullie even vertellen. Er lag dus een hele kleine collectie van Comois hier bij NH, dus in Spijkenisse. Dingetjes die ze zelf had uitgekozen. En daar hebben we nu nog wat bij gezet. Plus we hebben besloten om dit... Hier wordt lekker in de make-upjes gezocht. Hey! We hebben besloten om dit hele rek, dit was eigenlijk haar kapstok, maar ze gaat nog een rek kopen. Zodat dit hele rek gewoon Comois wordt. En dit zijn eigenlijk items die... Eigenlijk staan ze nog maar een maand op de site, de meeste. Maar ja, omdat ik nu nieuwe zomerdingetjes erop ga zetten en zo, is dit dan hier in de sale en wordt bij mij van de site afgehaald. Superleuk. Dus dit is allemaal 1 plus 1 gratis. En dat kun je dan dus hier shoppen. Niet meer online, maar dus hier. Oh, pas op. Maar toch superleuk. Dus ze heeft gewoon dit rek en dan gaat ze hem ook soms buiten zetten. En dus deze kleding was een maand geleden gewoon net nieuw op de site. En dat kan je dus nu hier halen. Ik vind het zo leuk. Als je hem even daar zet. Ja. Willen jullie nog wat zeggen even over de salon? Want iedereen was zo enthousiast over de salon. Nee? Jij? Ik hou er ook van. Jij wilde nog even een promotje. Nou, hier heen. Voor leuke astinten. Ja, het haar net gedaan. Moet ik even je haar filmen? Van achteraan. Nee, ook niet. Oké. Kom gezellig langs. Ja, het is hier echt super mooi, jongens. Het is zo'n leuke sfeer. Kijk hoe gaat. Het is zo'n leuke sfeer en de prijzen zijn ook echt... top. Ja, iedereen was ook het helemaal van, gewoon, oh, ik ben hier echt verbaasd over deze prijs. Ja. Dus, en haar. En de klantvriendelijkheid. Ja, en heel hele gezellige salon. Ziet er super chic uit. Kijk even hoe mooi. En het is dus echt een mooi. Hele goedkope salon, vind ik zelf, qua prijzen. Maar het ziet er super chic uit. We gaan voor kwaliteit. Echt leuk. Nou, helemaal toppie. In ieder geval, jongens, het was echt... Maar weet je hoe bijzonder het moment het is, hè? Ik heb nu gewoon een collectie hier hangen. Dat is toch super gaaf, eigenlijk? Ja, joh. Door zo'n chille samenwerking eigenlijk. Ik vind het echt heel leuk. Nou, mocht je dus alle truien missen die er pas net op staan, dan moet je eventjes hier naartoe gaan. Superleuk. Oh, en trouwens, het is echt een leuk dagje uit, hoor. Want het is hier zo mooi. Kijk. Hier heb je allemaal terrasjes. Maak er een leuk dagje van. Superleuk. Hé, hey, toch, Ro? Je kan er echt een leuk dagje Spijkenisse van maken hier gewoon. Je haar laten doen, shoppen. Terrasjes. Ik ga altijd stukken maar. Oh, eigenlijk had ik... Ben ik bruin, jongen? Ja, maar dat komt echt door vandaag. Dat is zo. Ik had eigenlijk nog wat even moeten filmen wat we nu allemaal aan het bespreken zijn. Maar nu... Straks ga ik helemaal kapot zijn. We zijn echt alleen maar aan het lullen. En ik heb denk ik moet ook even wat filmen. Ja, de hele dag na bespreken. Maar het was ook echt... Het was echt voor een eerste keer eigenlijk beter dan ik had mogen wensen. Er kwamen vanuit de salon mensen. Er kwamen vanuit mij mensen. Er staat gewoon een hele collectie daar nu, hè? Er waren mensen die zeiden van, oh jammer dat ik niet kon komen. Alle truien en een beetje de winterse dingen die eigenlijk pas een maand nieuw zijn, staan daar nu. En alle mix-and-match sieraden staan daar nu.
En nog een paar leuke 10 euro oorbelletjes met sterretjes zo staan daar nu ook. Dus mocht je in de buurt wonen, kun je daar dus dat kopen. Zo leuk. Ja, echt leuk. Oh, het was zo'n geweldige dag. We gaan zo moe zijn straks. We zijn ja, maar het was wel door het zonnetje. Ja, we hebben echt goed gewerkt. Wij zijn en echt En ineens was er echt een piekmoment. We dachten nou, maar ook, maar we pakken het meteen op. We zijn zo natuurlijk zo daarin. Heb je nog die maat op, pa? Ik die berging in zoeken tussen die broeken. Maar weet je, het klinkt een soort arrogant, maar ik vind ons zo goed. Wij echt, het wordt ineens druk. Doe jij dit even? Ik doe het. Ja, hoppa. Nou, heb je ook maar seconden stress gehad? Behalve met uitruimen even, had ik even. Ja. Nee, het was echt een relaxte sfeer. Ja. Dus jammer voor de mensen die hier niet waren. Ja. De volgende keer. Het was zo leuk. En we hadden ook echt... gastvrouw te kunnen zijn. En iedereen heeft lekker met droog gekletst. En we hebben ook echt iedereen die ik zeg maar kwam, omdat ze mij kenden, hebben we gewoon alle aandacht kunnen geven. En het was echt serieus heel gezellig, weet je? Ja. Iemand zei al van, oh, ik had echt verwacht dat je geen tijd zou hebben. En je bent echt in het echt precies zoals in het, op je vlog. En je ziet er goed uit. Ze is zo benaderbaar. Ja. Ik zei, ja, dat is echt zo. Allemaal zeiden ze van, oh, je bent echt precies wat ik had verwacht. Of nog leuker. Jullie hoeven niet bang te zijn voor schuld. En één meisje, ja, want ik kreeg twee berichtjes van, ik durf toch niet te komen. Maar één meisje zei van, oh, dat ze me dus slanker vond dan ze dacht. Omdat ik altijd zeg dat ik dus te zwaar ben of zo. Terwijl ik altijd bang ben dat ik dus veel dikker lijk in het echt. Dat vond ik wel grappig. Maar dat was echt heel leuk. En terwijl ik net bezig was met aan het uitzoeken welke items ik daar wilde laten staan, had Ro ondertussen alles al, ook eerst even de verkeerde items, maar alles al in de auto geladen, dus we waren zo'n goed team. Ja. Deze vlog, tot nu toe Ro, is zo, hiervoor alle dagen waren zo stom. Ik was alleen maar, ik ben moe. En deze dag is ineens helemaal... Je krijgt er echt energie van, Ik ben gewoon heel trots op ons. En op de, gewoon op die meiden daar, het was echt top. Nu krijg ik een lamme arm. Wil je nog wat zeggen? Ja, ik zit echt te kijken, dan kunnen we even zingen. Nee, dat is copyright. Oh. Je ziet het ook zo erg aan, maar dat ik echt... Dat is echt, dat is gewoon copyright, dat mag je niet afspelen. Nee, mag niet. Nou, nee, dan mag je geen geld erin doen. Ook als we zelf een liedje zingen? Dat mag wel. Kleine hand. Nee, gewoon oh, nee, ik kan dat niet meer zingen. Tom, twee stemmig. Tom. Die kan je wel, toch? Kleine nee, die kan echt niet. Die staat op YouTube, hè? Oh ja. Dat wij dat doen. Toen we naar die première gingen. Dat was zo stom. Dat was zo stom. Dat hele filmpje was stom. Dat was zo debiel. Oh, het gaat echt controle. Dit was echt een topdag. Ken je nog iemand met een salon waar ik een keer naartoe moet komen? Het is wel heel veel werk hoor. Maar ik hou het voor nu even hierbij. Ja. Dankjewel Robin. Alsjeblieft schatje. Robin heeft weer lipstickjes. Dat is wat ik haar heb gegeven. Ja, ik heb zoveel lipstick. Helemaal gegrijd. Begint ze eerst met eentje? Ik mag pak maar hoor. Oké. Toen zei ze, ja pak wat je wil. Nou, dat heb ik gedaan. Nou, dat doet ze dan wel hoor. Zo. Oh. Alles, nee, maar echt leuke dingen. Zwart, paars. Ik had waarschijnlijk nooit dragen. Kan ik ook weer weggeven als je wil. Juist, dat had ik al in gedachten. Dat ze weer verjaardagscadeaus te kopen. Of ik weet wat ik hou. Ik koop wel de laatste snel hoor. Sinds ik geld heb, koop ik verjaardagscadeaus. Ja, maar dat is wel chill. Ik had haar een keer vroeger een verjaardagscadeau gegeven. Zeep of zo, van je moeder. Met toiletpapier had ik erin gedaan. Nee, maar ook een keer zeep van je moeder uit de kast. Een schoenendoos en dan had ik daar vuilnispapier omheen gedaan, want dat zag er dan mooi wat uit. Wat is vuilnispapier? Toen je 18 werd. Een vuilniszak. Oh, vuilnispapier. Ja, en dan wilde ik een doos voor haar maken met alle dingen die ze nodig had voor haar volwassenheid. Oh, dat is toch lief. Maar ja. Het is helemaal de nee, dat was mijn Sweet 16. Ik had er, oh ja, Sweet 16. En toen kreeg ik zeep. Nee, je 16 was iets anders. Nee, en toen je 18 werd, had ik allemaal dingen erg dingen. Oh ja. Dat was ook helemaal mislukt. Oh, ik wil een car Big Bang met je maken. Ken je dat? Big Bang? Dan ga je dus eten in de auto en kletsen. Dat moeten wij een keer dat doen. Dat moeten we echt doen. Jongens, trouwens, ik weet niet of ik het al had gezegd, maar deze dag was voor mij dus zo relaxed. Het was ergens heel. Ga ik straks heel moe zijn, natuurlijk, en was het vermoeiend. Ergens gaf het ook heel veel energie, maar ik zei al tegen Ro. Toen het rustig was, was ik gewoon verplicht om te relaxen. Om lekker in de zon te zitten. Lekker te chillen. Heb je buff gelaten? Nee. Oh ja, mest. Het is mest. Want dat mag je er niet in het filmpje zetten. Ik vind het zo'n vies woord. Mest? Nee. Oh, buff gelaten. Nee, maar ik ben dus... Ik denk dat ik echt lekker geslapen van dat ik wel moe ben. Maar ik ben zo relaxed doordat ik verplicht was om gewoon te chillen en te genieten van deze dag. Ja, want we zeiden ook hè, op momenten dat het rustig was. Ja.
best wel vaak. Maar er waren wel een paar. Pieken. Maar die hebben we gewoon juist. Maar ik heb hebben geen gewoon lekker in buiten hebben we het bankje hebben we buiten gezet. Maar ook echt niet lang hoor. Dat is echt maar max 10 minuten denk ik. En toen ineens kwam ook die vrouwen. Je hebt klanten hè? Ja. Zij dat zegt, echt. Oh my god, ja. Maar Charlotte ging ook een paar keer. Dan liepen er meisjes langs. Dat was heel gênant. En dan ging ze zo. Jongens, ze zijn hier allemaal leuk. We zijn een pop-up store. Alleen vandaag. Alleen vandaag? Oké, doei. Goeiedag, er is hier een pop-up store. Dus als je wil kijken, je hoeft niks te kopen. Maar als je wil kijken. En dan mensen ook echt. Een paar meisjes waren heel bitchy. Ja. Zo. Maar heel veel waren ook heel leuk. Ja, joh. Alle meisjes die gekomen zijn, waren echt heel leuk. We hebben met iedereen gekletst. Ja. Oké, jongens. Het is 8:00. Ik ben net thuis. Zoals je kunt zien ben ik heel blij. Ik zie er ook ineens gewoon weer goed uit en bruin. En niet meer moe. Of nou, een beetje van de dag. Ik voel me ineens weer helemaal lekker. Ik krijg allemaal lieve reacties op Instagram. En, oh, mijn BH schijnt door. Dat staat veel vandaag helemaal niet op. Wat grappig. Met licht erop zie je het niet en in het donker wel. Echt super leuk. Ik had een blouseje bij de Zara gekocht. Het is lekker groot, maar echt in de broek zo leuk. Hij liefje ben ik er weer. Mijn haar zit echt leuk. Het is helemaal pluizig. Ik heb er niks aan gedaan vandaag. Grappig, ik heb ook geen make-up bijgewerkt of zo, maar het zit gewoon best wel goed. Ik voel me helemaal volwassen en zakenvrouw en leuk en goed en raar hè, hoe ik deze hele week me zo slecht voelde en nu weer helemaal goed. Ik ga helemaal kapot zijn straks, maar ik ga lekker genieten met bol, lekker chillen, lekker een restje van gisteren opwarmen. En helemaal nagenieten en blij zijn. En ik heb nu de zin om deze vlog te editen, maar ik moet die van vorige week nog doen. Dat is ook jammer. Gewoon even... lekker chillen. En morgen heb ik een dagje niks gepland. Laatste dag van de vakantie. Ik vind het niet eens heel erg. Ik vind een week vakantie. Zit ik niet heel erg in de vakantiemoed. Ik merk als je dat 2 weken vakantie hebt. Dan ga je helemaal into de vakanties weer. En is het moeilijk om weer te werken. Maar heb ik nu niet. Zo jongens. Ik heb zo hard gewerkt. Ro heeft zo hard gewerkt. We hebben allemaal zo hard gewerkt. Het was echt top. Het is echt leuk. Ik ga voor mijn haar worstelen. Lekker pyjamaatje aan doen. Thee zetten. Camera wegleggen, genieten, genieten. Morgen ga ik alles weer inruimen. Heel lekker, al die truien en jassen liggen nu daar. Dus ik kan alles weer even wat netter gaan ordenen. En helemaal top! Ik ben super blij. En laat even in de reacties weten wat je van alle beelden vond en zo. En ik vind het echt heel erg leuk. Ook op Insta nu om je de reacties te lezen. Zo lief, ik word er zo blij van. Dus en het blouseje zit echt leuk. Doei! Goedemorgen jongens, ik zou vandaag niks gaan doen, maar ik ga onverwacht eventjes hier buiten in Muiden lekker een patatje eten op bankje zitten. En een paar items die ik met Floor niet meer kon shooten, gaan we eventjes shooten. Het is zo'n mooie dag, dus ik heb het toch maar even opgemaakt. En wat ik daarna ga doen, zie ik nog wel even. Oké, ik heb net even geshoot, ging wel goed. En nu ga ik boodschappen doen en mijn auto uitladen. Oké, ik heb het een beetje snel geshoot. Maar wel leuk, 3 truien, dezelfde trui, een andere kleur, een roze trui, hartjes, blouse en een jurk. En ja, ik vind het op zich ook wel weer fris uitzien. Ik ben nog wel een beetje moe, maar ik ga vanavond bij Thijs naar bed. En dan weet ik zeker dat ik morgen weer met je fit ben. Nu dus boodschappen doen, auto uitladen en dit weer is echt gewoon geweldig. Zo, ik heb even een paar boodschapjes gedaan. En nu ga ik naar huis. En moet ik de boodschappen uitladen en alles van gisteren nog. Dus daar zie ik een beetje tegenop. Maar het was echt een lekker weekend. En ik heb het idee dat mijn vlogs altijd beginnen met heel moe en niks doen. En eindigen met leuk. Best wel stom, want als je dan begint met kijken, denk je, en dan word je wel eens beloond eigenlijk als je het einde kijkt, omdat ik dan weer vrolijk ben. Ik weet niet, maar deze week was heftig hoor. Ik was zo moe. Het ging gewoon echt niet zo goed. Ik heb zin dat het nu wel iets beter gaat. Puur doordat ik gewoon te veel deed en te weinig sliep. Dus ja. Ik heb een soort van kinderslaapdrank gekocht. Een hoestdrank, maar dan niet verhoesten. Met een soort slaapmutsje erin of iets. En ik ga even kijken wat dat doet, want ik vind vaak echt die slaapdingen... Valeriaan en alles vind ik altijd te heftig. Dan word ik heel erg soms zo na een uur wakker. En voor mij gaat het niet zo heel erg om inslapen, maar echt om het doorslapen. Ik slaap nooit langer dan 2 uur achter elkaar bijna. Dat is logisch dat je dan echt, heb je gewoon geen goede nachtrust. Dus wie weet. Ja, oké. Nou, ik ga weer naar huis. Oh, ik ben weer thuis. Ik heb trouwens nog wel steeds dat ik na heel veel wat ik doe gewoon kapot ben. En Linda zei ook al, ja dat is conditie. We zijn allebei, we hebben slechte conditie. Dat is het niet. Helemaal niet van... Echt totaal niet. Ik doe ook niet echt dingen die veel conditie vragen. Maar ja, ik vind het helemaal niet erg dat vakantie op reis. Ik zei het volgens mij laatst ook al. Ha, denken. Ik heb ergens liever een week dan 2 weken. Want anders had ik nu dus nog een week. En dat is het moment dat je gaat bedenken. Oké, nu kom ik echt in de vakantiemodus, weet je wel. Nu denk ik echt, oké, ik heb 1 week uitrusten dingen doen.
En dan denk je, oh, ik heb nog een week en dan, oh, ik moet werken. En nu denk ik gewoon, oh, het voelde gewoon als een lang weekend. Het vliegt voorbij en nu moet ik weer werken. Dus ja. Ja. Ik ga nu de foto's van de shoot op de site zetten. En ik heb zulke leuke. Echt hele leuke, heel verschillende. Voor hoe, in hoe korte tijd we ze gemaakt hebben. Kijk, ook dit soort foto's. Volg trouwens echt even Comoa op Insta. Want ik plaats daar dus nu echt leuke filmpjes. Ik heb net dit geplaatst. Hoe leuk. En deze heb ik net geplaatst op Comoa Insta. Super leuk. Ik vind die filmpjes dus heel leuk. Bewegend beeld. Dus af en toe maak ik die even. Ik had ook van Floor wat bewegende filmpjes. Maar die zet ik dan op de Comoa Insta. Dus eigenlijk als je me op mijn normale volgt, volg me ook op Comoa. Want ik plaats daar eigenlijk zoveel. Als je het natuurlijk leuk vindt om dingen van mij te volgen. Dit was echt nog even een last minute van laten we nog even snel ook deze op de foto zetten. Maar best wel grappig. Dus niet mega lange shoots. Ik bedoel, ik heb hier echt 5 shots gemaakt. We hadden echt haast. Maar ja, toch staat hij weer eventjes erop. En dit waren nog de items die ik nog wilde doen. Dus ik ben wel blij. Nu ga ik ze even erop zetten. Oh ja, hier ben ik ook echt wel een beetje een diva. Dat vind ik wel leuk. Kijk. Heel anders. Ik heb dus net gezien van de week dat dit shirt niet meer komt. Ze zeggen hij komt helemaal niet meer terug. En dat vind ik heel jammer. Want eentje is al verkocht op basis van Instastory. Ja, ik heb er dan nog 5 of zo. Oh ja, ik was gisteren bezig met mijn weekvlog ook. Dus die wil ik misschien ook vandaag afmaken. En ik heb net dus alles uit de auto gehaald. Het is allemaal hier in de gang. Het grootste deel. Dus dat staat op de planning. Maar eerst ga ik de foto's doen. Dat vind ik te leuk. Aan de andere kant de site... heeft problemen. Nu al 3 dagen. Dus mensen gaan het toch niet met weinig moeite kunnen shoppen. Maar dan staat het er op. En morgen moet ik echt even Wix gaan bellen of iets. Want dit kan echt niet, joh. Het is echt niet leuk. Oké. En nu ga ik thee drinken en de foto's doen. En dat is voor mij ook een soort chillen, dus. Polly, wat doe jij nou? Je bent zo lief. Iemand wilde dat je dood ging, hè? Zei iemand. Helemaal gek. Oh, ik heb mijn schoenen aangedaan zonder sokken erin. Dat is echt... Oké, jongens, het is 9:15. Ik ga lekker naar boven, want ik heb zin om te slapen voor het eerst in mijn leven. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Beetje slecht begin, heel leuk einde. Morgen weer aan de slag, aan het werk. Ik zie jullie bij volgende weekvlog. Laat even een leuke reactie achter. Vergeet geen duim omhoog te doen, lijkt me leuk. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!